De Indiase overheid is akkoord gegaan met het verzoek van Suriname om te komen tot schuldherschikking. Volgens minister Albert Ramdeen van Buitenlandse Zaken was het guldenvraagstuk een van de meest belangrijke aspecten die aan de orde is gekomen in het gesprek tussen president Chandrika Prasad Santokhi en de Indiase premier Narendra Modi. Ramdeen zegt dat het om een relatief klein bedrag van 38,5 miljoen Amerikaanse dollars gaat. Wij hopen dat op basis daarvan een samenwerking komt tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën en Planning om spoedig de overeenkomst te ondertekenen. Dit is de derde schuldbeschikking op rij na Nederland en Frankrijk. Italië en Israël volgen binnenkort, benadrukt minister Ramdeen. Een belangrijke reden voor de schuldherschikking is om middelen vanuit India die on hold waren gezet vanwege het IMF-programma los te kunnen krijgen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 10 januari een breedvoerig gesprek gehad met Shrifraj Singh Sohan, minister van Madhya Pradesh, een van de grootste deelstaten in India. Bewindsman Ramdeen benadrukt dat er veel potentie zit in een economische samenwerking tussen Suriname en India. Er zijn ook gesprekken gevoerd betreffende de agrarische sector, de waterindustrie en specifiek ten aanzien van de farmaceutische industrie. Dit zijn allemaal mogelijkheden die in de toekomst veel kunnen betekenen voor Suriname, aldus Ramdeen. Hij zegt dat de particuliere sector in Suriname bij terugkomst van de delegatie geïnformeerd zal worden over de handels- en investeringsmogelijkheden. President Santokhi heeft vandaag de keynote-toespraak gehouden op de Madhya Pradesh Global Investors Summit 2023 in aanwezigheid van de chief minister van Madhya Pradesh, de president van Guyana en hoofden van het bedrijfsleven van zowel Indiase als buitenlandse leiders in industrieën. Ramdeen heeft ook een overzicht gegeven van investeringsmogelijkheden in Suriname en de potentie om handel te drijven. Eerder was er gesproken dat vandaag enkele overeenkomsten worden getekend in het kader van samenwerking met het bedrijfsleven in India.